Kent u de Gravensteengroep? Een groep Vlaamse intellectuelen en kunstenaars die niet per se links of rechts willen zijn, maar die wel uitgesproken kritisch zijn tegenover de Belgische staat. Etienne Vermeers, Jan Vrijen, Dirk Dunoyelt zijn maar enkele van de leden. De groep heeft gisteren een boek uitgebracht, een bundeling van al hun manifesten. Ik ben lid van de Gravensteengroep omdat toen we die opgericht hebben, we vonden dat het belangrijk was dat het Vlaamse gezin zijn uit de extreemrechtse verdomhoek raakt. Ik vond het eigenlijk belangrijk om aan te tonen dat men over staatshervorming kan denken zonder dat men in een rechtse of in een nationalistische hoek zit. Daar zitten traditionele Vlaamse bewegers, zoals ik zelf. Maar daar zitten ook mensen die helemaal niets met die traditionele Vlaamse beweging te maken hebben, die helemaal niet Vlaams nationalistisch zijn. Wij zullen de politiek blijven volgen en blijven, als het ware, vermanend toespreken. Ik hoop dat de Gravensteengroep blijft op een kwaliteitsvolle manier de Vlaamse problematiek verdedigen en nog steeds duidelijk maken dat wij een open en verdraagzaam Vlaanderen willen. Maar ik hoop dat de Gravensteengroep verder zal functioneren zoals ze de voorbije jaren heeft gefunctioneerd. Dus dat betekent dat wij geregeld bij elkaar komen en dat we eigenlijk reflecteren over de politieke actualiteit. Regisseur, filmregisseur Jan Verheijen bij ons. U bent bij de Gravensteengroep gegaan. Waarom bent u eigenlijk bij de Gravensteengroep gegaan? Omdat, en dat was in 2008, ik een telefoontje kreeg van Chris Michel, de initiatiefnemer. Een journalist van VTM indertijd. En die had een bezorgdheid, die had vastgesteld dat in het politieke klimaat van toen, en dat is niet zo gek veel veranderd, rechtmatige Vlaamse eisen een beetje werden gekaapt of ondergebracht automatisch in rechtse en zelfs extreem rechtse hoek. Dat de combinatie tussen, laten we zeggen, links van het centrum en Vlaams absoluut niet langer evident was. En met de Gravensteengroep, wat een zeer, ik zou het bijna zeggen, bizarre combinatie van mensen is. Jeff Turf zit daarin, ex-communistisch partijvoorzitter. Karel Gakoms, een vakbondsman. Etienne Vermeers, grote denker van deze eeuw. En nog zo'n aantal mensen, bien étonné, ja. Dus retrouvé ensemble. Maar die dus allemaal inderdaad zoiets hadden van, kijk, wij zijn Vlaams. Wij zijn ook absoluut solidair, wij zijn verdraagzaam en wij moeten misschien proberen een bescheiden tegengewicht te vormen voor de rest van het politieke spectrum. Journalist Mark Rennebo, u heeft altijd gereageerd op de manifesten toch van de Gravensteengroep. Kan dat niet, Vlaams en progressief? Kan je Vlaams en progressief zijn? Ja, natuurlijk. Dat kan perfect. Overigens, ik ben journalist. Ik tracht kritisch te zijn tegenover alles wat er gebeurt in het leven. En ook de Gravensteengroep is gebeurd. Ja. Trouwens, Etienne Vermeers was ook een groot denker van de vorige eeuw. Maar van de volgende eeuw, wat mij betreft. Maar goed, maar u was zeer kritisch. Hè? U zei, het zijn zelf geweest. Uitgeroepen progressieven, zei u op een gegeven moment. Wel, het is er eigenlijk een staat er trouwens in, hè, dat het een zeer verscheiden groep is, dat het ideologisch van rechts naar links gaat. Ja. En mensen conservatief zijn, mensen liberaal denken. Dus het is een veel bredere groep dan alleen dat linkse. Maar waar ik altijd een beetje moeite mee had, dat was met de teksten als zodanig en de manier waarop ze zich presenteerden, die teksten, die ik altijd om te beginnen, en vandaar dat het mij een beetje verbaasde dat Jan daarbij was, bijzonder humorloos zijn, zonder enige twijfel aan zichzelf. Zeer polariserend ook, zeer negatief. Geef u eens een paar voorbeelden. Wel, polariserend, en het staat ook in de tekst van Jan, om het gemakkelijk te maken, citeer ik dat nu even. Ja. Dat is een directe aanval op de intellectuele elite, die zelfs als gauche caviar wordt weggezet, alsof er hier allemaal DSK's rondlopen. Enfin, misschien kent Jan dat milieu. U vertelt in uw bijdrage in het boek, inderdaad, u zegt van, kijk, dat Vlaams, dat angst voor die Vlaams identiteit vertaalt zich ook in de cultuur. Hè? Ja, absoluut. Dat is een bijna vrij neutrale vaststelling. Even voor alle duidelijkheid, mijn tekst is een persoonlijke bijdrage, behoort niet tot de 10
officiële manifesten. Nee, maar staat wel in het officiële absoluut. Boek. Absoluut. Ik vind trouwens helemaal niet dat dit een klagerig boek is. Als dit een klagerig boek is, is dit een klagerig programma, wat absoluut niet het geval is, toch? Nee. Maar hoe ziet u dat dan vertaald naar de cultuur? Want dat is waar u nu op alludeert. Ik denk dat, om het zo concreet mogelijk te proberen maken, dat de culturele sector in dit land een enorm trauma heeft overgehouden aan de Zwarte Zondag en de daaropvolgende Zwarte Zondagen. En van de wederomstuit naar het andere uiterste is gevlucht. Van kijk, Vlaams extremisme is fout, uiteraard. Fascisme is fout. Vlaams zit geweldig in die hoek. Dus wij lopen helemaal de andere kant uit. Wat van dit land een zeer bijzonder land heeft gemaakt. Namelijk het enige land waar onze kunstenaars, onze intellectuele elite zich godbeterd gaat aanschurken tegen de monarchie. Als laatste, als de maïzena die dit land nog bij elkaar houdt. Dankzij maïzena kan je op water lopen, weten we nu. Hè? Ja, goed, dat zou dan nog iets nuttigs opgeleverd hebben. En dat is zeer merkwaardig. Ik heb dat nooit begrepen, omdat als er al iets is dat haak staat op de meest fundamentele democratische principes, dan is het erfelijke macht. Het is maar detail natuurlijk, zou je kunnen zeggen. En dat maakt ons toch wel een vrij uniek land en zorgt ervoor dat de erfenis van Magritte, het absurdisme, voorlopig bewaard is gebleven. Ik zou een paar dingen willen opzeggen. Ten eerste gaat dat trauma al verder terug dan Zwarte Zondag. De band tussen, in brede zin, de cultuur en de Vlaamse beweging is al veel langer doorbroken. Wat heel eigenaardig is, in de 19e eeuw was dat ongeveer hetzelfde. De Vlaamse beweging werd gedragen door cultuurdragers. En die band is verbroken. Eigenlijk is daar de definitieve breuk gekomen met de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar die weet niet dat tegelijkertijd zag je ook dat de mainstream in die Vlaamse beweging vrij conservatief was, wat strijdig was met kunstenaars die toch eerder dat modernisme wilden omarmen enzovoort. En dus vandaar dat er altijd een twijfel is overgebleven. Kan je daar en niet Zwarte van Zondag afgeraken? Is Vlaams nog altijd gelinkt aan, in de tijd zoals u zegt, het nazisme? Ik vind het een primitieve overtuiging om dat zo gelijk te stellen. En ik vind ook niet dat die associatie of dat wat jullie denken wat in dat artistieke milieu leeft, dat dat zo uitgesproken is of zo uitdrukkelijk is. Wat ik vooral... Ook artiesten kunnen zich Vlaams voelen zonder... Ja, maar niet in een nationalistische zin. Ik vind dat er een vrij evidente... Kijk, dit huis is het grootste cultuurhuis, grootste cultuurproducent van Vlaanderen. Ja, Vlaanderen is hier een evidentie. Ik merk dat ook in mijn werk. Ik werk voor een Vlaamse krant. Mijn publiek is Vlaams, mijn universum is Vlaams. Dit is de regio, het gebied, de gemeenschap waarvoor ik werk. Dat is de taal waarin wij ons uitdrukken. Dus eigenlijk is het de evidentie zelf. Van waar dan? Maar wel, die schaamte bijna. De strijd is, en dat hoor je vaak, hè, dat is wanneer je een woord van kritiek uit op het nationalisme, wat iets anders is dan je ingebed voelen in Vlaamse gemeenschappen. Wanneer je daar iets over zegt, dan word je meteen in de belgicistische hoek gedrukt. En dat doet dit boek ook uitdrukkelijk. En zo'n bepaald moment wordt er gesproken over... Je hebt drie soorten mensen in België. De Franstaligen, de Vlamingen en de belgicistische Vlamingen. Alsof dat een soort volksverraders zouden zijn. Je moet opletten met dat soort taal. En is dat niet langs twee kanten dan? De belgicisten langs de ene kant, de Vlamingen langs de andere? Ik ben voor de nuance. Ik voel me, kijk, persoonlijk, en dat is mijn persoonlijke overtuiging, ik kan geen nationalist zijn, dus ik kan zeker ook geen Belgisch nationalist zijn. Mm-hmm. Ik ben geen Belgicist. Voelt u zich Vlaming? Maar natuurlijk. Ja. Ik leef hier en ik ben een beetje een conservatieve federalist. Ik hoop jullie nuanceren te weinig met de Gravensteengroep. In een polemiek is er niet altijd plaats voor nuance. Ik vind die pamfletten trouwens, die manifesten, redelijk genuanceerd in die zin dat ze, en dat is dan inderdaad redelijk humorloos, vaak ook echt proberen een opsomming te zijn van kijk, wat klopt er niet bijvoorbeeld in dat regeerakkoord, in het akkoord Di Rupo? Radicaliseren toch vanaf het zevende manifest, hoor je een ander taalgebruik. Dus waar in het begin nog stand met Franstaligen als het kan, zonder als het moet, omdat dat de vaststelling is die we hebben kunnen maken. Als je nu bekijkt, de grootste verwezenlijking tot nu toe van de Vlaamse partijen in de huidige federale regering is inderdaad het doen uitschijnen
alsof een aantal dingen zijn opgelost, alsof er een goed regeerakkoord zijn gesloten. Er zijn bevoegdheidsoverdrachten van het federale naar het deelstaatniveau. Alleen zie je dat die bevoegdheden, dat moet nu geregeld worden. Er zijn 26 samenwerkingsakkoorden die moeten worden gesloten. Wat is dat, een samenwerkingsakkoord? Wel, dat gingen we ook doen in 2002 over de Nationale Plantentuin van Meissen. De Plantentuin van Meissen, met alle respect, dat gaat over bomen en struiken en zo'n grote plant die om de vier jaar geweldig stinkt. Maar dus als je als Vlaming gaat nadenken, dat word je radicaler. Dat is niet gebeurd. Omdat je inderdaad vaststelt dat er een loopje wordt genomen met een aantal dingen. Mm. Als je zelfs op 11 jaar tijd in een samenwerkingsakkoord de Nationale Plantentuin nog niet opgelost krijgt, wat moet ik mij dan voorstellen bij die 26 samenwerkingsakkoorden? Zegt hij, kan je niet anders dan wat radicaler worden? Dat de radicalisering erin zit, is heel duidelijk. Hè? Ja, ingegeven dat is, door de realiteit van de omstandigheden. Wel, de realiteit zal dan moeten blijken. Er is nog niks overgedragen. BHV moet nog gesplitst worden. Exact. Dat is allemaal een heel ingewikkeld proces. En dat is nu eenmaal de aard van het beestje dat zo de staat hervormen, instellingen overdragen. Want dan merk je ook dat nu binnen de Vlaamse regering wordt gezegd, goed, we krijgen die bevoegdheden erbij, maar wij kunnen dat niet betalen. De tijd van het grote geld is weg. Wat je zegt, deze deprimerende discussie gaat zelfs inderdaad al terug tot de Tweede Wereldoorlog. Het punt is natuurlijk dat je ten eerste moet erkennen dat politiek een bedrijf is dat heel ingewikkeld is en zijn tijd vergt. Ja, maar in dit land extra ingewikkeld en veel meer tijd vergt. En wat mij opviel, Jan, was de conclusie die je daaruit trekt. Ja. Want je verbindt dat ook aan de hoogste belastingsgraad van de wereld ongeveer. Ja. En je zegt dat kan geen toeval zijn. Hè. En inderdaad, België en elke federale staat heeft zo van die grensgebieden waar je dan akkoorden moet over sluiten en zo. Dat is trouwens nu al zo, hè, over arbeidsbemiddeling en zo. Of al is maar toeristische propaganda. En ja, dat is het. Hoor. Ja, dus die link? Dus dat is normaal als je beslist om het te federeren. En vandaar ook dat ik mij behoorlijk goed voel in deze staat. Omdat België gesplitst is op een groot aantal vlakken. Cultuur, onderwijs, allemaal van ons. Uplace mogen wij allemaal over beslissen. Of de tram rijdt of niet. Wij mogen niet afschaffen. Dat kan allemaal en dat is goed. En dat zou in Vlaanderen niet kunnen? Dat zou ik zie niet in waarom dat in Vlaanderen niet zou kunnen. Maar het grote probleem is... Je zit met een aantal praktische problemen die je niet opgelost krijgt. En dat is om te beginnen Brussel. Ja. Hè? Mm. En je moet daarover beslissen. Want je kan niet doen alsof het er niet is. En dat koppelen, en dat geeft een aantal... Ja, dat heeft een kostprijs, hè, wat onefficiëntie. Maar als je dan zegt, hoogste belastingsgraad komt door die ingewikkeldheid van het land, dan kan je zeggen, dat ligt in de personenbelasting. Maar goed, een vermogensbelasting bestaat hier niet. 10 manifesten zijn ondertussen geschreven, een boek is er uitgegeven. Hè. Ja. Vlaanderen komt dichterbij dan toch wel. Wat gaan jullie nog doen met de Gravensteengroep? Wel, ik denk dat wij in eerste instantie heel kritisch zullen volgen wat er nu gaat gebeuren, inderdaad, met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, met al die samenwerkingsakkoorden die moeten gesloten worden. Dus wij zullen een kritische en wellicht koele minnaar zijn van de huidige regeringscoalitie. En wij zullen proberen op een, vind ik, constructieve manier als bezorgde burgers, want uiteindelijk is dit een burgerinitiatief, zoals er nog wel een aantal zijn, een burgerinitiatief, dat probeert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is veel veiliger natuurlijk om geen mening te hebben en aan de kant te blijven staan. Mag ik een verzoek doen? Ja, je kan lid worden, maar ik moet dat wel aanbrengen. U mag het dadelijk zo meteen in de foyer doen. Maar gewoon zoeken naar de nuance en niet demoniseren van uw tegenstanders. Want anders kan je het gesprek niet organiseren. Dit was heel duidelijk. We volgen dat ook nog mee op, samen met de Gravensteengroep. En u volgt dat op in de kranten. Dank u wel voor dit gesprek.